Mijn naam is Paul Imthoorn en ik woon sinds 1978 in de gemeente Ede. Wat is het verhaal wat je zou willen vertellen? Mijn verhaal wat ik zou willen vertellen is de Blue Assist beweging. Dat is een beweging die uit Vlaanderen komt, uit België. En daar hebben ze bedacht dat mensen, als je mee wilt doen en je kan de dingen niet zo goed begrijpen of mensen begrijpen jou niet zo goed, omdat je een beperking hebt in je communicatie, dat je dan heel vaak onder begeleiding overal naartoe gaat. En dat je dan ook beperkt bent in je bewegingsvrijheid en in je eigen keuzes te maken. En ze hebben daar bedacht, als we nou eens hulp gaan inroepen van de medeburgers. En we gaan een symbool invoeren, we laten zien met een symbool ergens hulp nodig. Dan kunnen we daarmee wellicht de drempel verlagen dat er hulp geboden kan worden. En kunnen mensen, hebben ze veel meer bewegingsvrijheid. En hoe doe je dat dan? Nou, wat je zou kunnen doen, en ik stel me zo voor dat Ede een inclusieve gemeente is. Inclusieve gemeente? Inclusieve gemeente. Nou ja, dat zou eigenlijk betekenen, we zijn er nog niet, hè, de maatschappij is nog niet zover, maar dat iedereen, ondanks of ze nou goed kunnen begrijpen of niet, mee gaat doen in de samenleving. Dus mee kan doen, kan participeren, zoals het tegenwoordig heet. En dat is wat je dan hoopt dat in de gemeente Ede gaat gebeuren? Daar zou ik heel graag me voor in willen zetten, zodat meer mensen deel kunnen uitmaken van het maatschappelijk verkeer. En wat ik daarmee bedoel is dat je niet meer met busjes van A naar B gaat, of dat je aan aparte groepen verblijft met mensen die dezelfde beperkingen als jij hebt, maar veel meer deel uit kan maken van de samenleving. En dan, dus, nogmaals mijn vraag, hoe doe je dat dan? Nou, wat ze daar gedaan hebben, daar zou ik ook graag gebruik van maken van die ervaring, is een campagne voeren. Dus er is een campagne gevoerd, iedereen weet wat het is. Ik zal het laten zien, dat is een symbool. Dit symbool, voor de camera misschien zo, maar goed. dit symbool staat voor durf te vragen. Durf te vragen, daarmee hebben ze dit kaartje bedacht en een app ontwikkeld. Waarmee je kan zeggen, als jij dit ziet, hè, en jij komt mij tegen, je denkt, ik versta hem niet zo goed. Nou, ik zou hem wel durven helpen, want hij heeft informatie. Want achterop staat wat mijn vraag is. Mm-hmm. Ik moet bijvoorbeeld met de bus mee. Nou, gisteren was ik in Utrecht bij een bijeenkomst en er was iemand die was blind. En die vertelde echt letterlijk het verhaal van, ik zat even helemaal vast daar op het station. En ik had ook hetzelfde station genomen. Dat is vrij ingewikkeld daar. Mm-hmm. En niemand had om hulp kunnen krijgen. En ik hoop ermee dat als een symbool er is, en waar mensen ook weten door een campagne van oma, er is ook een hulpmiddel bij, of op die app zit ook nog een knop waarmee je de hulppersoon kan bellen, en dat kan zijn je familielid of een begeleider of een coach, dat daarmee de drempel verlaagd wordt. En wat zou je daarmee willen bereiken? Nou, wat ik zou willen bereiken is dat mensen meer participeren in de samenleving, dat je ook voldoet, en daar kom ik toch op een paar termen terecht, er is een VN-verdrag van het Verenigde Naties, die gaat over de rechten van mensen met een beperking. Daar staat in dat wij straks als Nederland, als wij dat gaan ratificeren, zoals dat heet, ook weer een lastig woord, maar we gaan het tekenen. Als we dat gaan doen, dat wij dat ook mogelijk moeten maken. En je ziet dat iedereen daarmee worstelt, hoe maak je dat dan mogelijk? Nou, en dit is een concretisering ervan, waarin je ook echt een heleboel van die artikelen concreet maakt. Ja. Wanneer zou u nu zeggen voor uzelf van, dit wordt een succes, dit is een succes? Als ik in Ede of in Barneveld, ik zou in Gelderland, ben ik een ambassadeur voor dit VN-verdrag. En ik zou het graag concreet willen maken. En als ik bijvoorbeeld in Barneveld en in Ede, als we daar zoiets zou kunnen starten. En volgens mij, als je de handen ineens slaat met zo'n campagne, is dat ook veel beter. En mensen reizen ook door de regio. Dat weet ik uit mijn werkervaring. En als ik organisaties erachter kan krijgen. En als ik ook de bioscoop erachter kan krijgen. Dat hij zo'n sticker op zijn muur plakt. Of op de raam plakt. Van kijk eens, hier kan je ook. Hier helpen mensen elkaar. En wij dragen eraan bij. En dat het in de bus ook mogelijk is. Ja, en dat is dus ook wat u heel graag zou willen? Dat zou ik heel graag willen. En ik zou graag willen dat mensen mij daarbij gaan helpen. En dat we daar een start mee gaan maken. Paul, dankjewel. Oké. Okay.